Welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag donderdag bij ons. We koken eerst 3 eitjes. Nou, dit is uiteindelijk het eindresultaat. Charlie, wat ben je aan het doen? Even een tip van Ed. Snijd 4 boterhammen op 3 stukjes. Verder ga ik sowieso vandaag nog meer opruimen en schoonmaken. Dus ik ga jullie daar gewoon voor de verandering een keer eens in meenemen. En deze shake bevat ongeveer 206 kilocalorieën. Volgens mij is hier iets niet helemaal goed gegaan, hè Charlie? Zo, het is nogal een aparte manier om de weekvlog te openen. Maar ik zit hier met 2 dames die niet zonder mama willen. Dus die ben ik een soort van allebei tegelijk aan het vasthouden. In ieder geval welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag donderdag bij ons. En we gaan er weer een thuisblijfvlog van maken. En die is bezig met werk nog. Die moet even 1 pakketje op de bus doen en dan is je ook klaar. En ik wil dus gaan koken, alleen dat lukt niet, want als ik ze dus neerzet gaan ze allebei huilen. Dus het is een beetje onhandig allemaal. Nou, het is inmiddels gelukt om ze even weg te leggen. Ik ga vanavond de gado gado maken. Aankomende zaterdag komen de boodschappen. Het is nu donderdag en we hebben echt letterlijk bijna niks meer in huis. Dus ik dacht, we gaan gewoon eventjes wat in elkaar zetten met hetgeen wat we wel hebben. En toen kwam ik op een gado gado. Ik ga jullie laten zien wat ik allemaal ga gebruiken. We koken eerst 3 eitjes. Dan hebben we een pannetje met rijst opgezet. En dan gaan we nu de pindasaus maken. En dat doen we met pindakaas, 1 eetlepeltje olijfolie, sambal, kokosmelk en 2 eetlepels ketchup en knoflook. Lekker chaos ondertussen thuis koken, dus ik hoop dat ik het goed genoeg uit kan leggen. Ik heb een uitje gesneden, gebakken. Rode ei en ik heb hier de worteltjes met dopertjes uit de vriezer gehaald en deze ben ik nu lekker aan het bakken. En het sausje is inmiddels klaar trouwens. Nou, dit is uiteindelijk het eindresultaat. We gaan er zo meteen nog even hier wat saus overheen doen en dan is de gado gado in de versie met alleen gebruiken wat we nog in huis en in de vriezer hadden klaar. Lekker hè? Zo, Charlie is klaar om naar bed te gaan. En ik heb trouwens deze Zara bestelling binnengekregen. Ik had daar rompers besteld, onder andere. Moet je kijken hoe leuk deze zijn. Pakketje van 5. 2 effen, maar in deze kleur. Echt heel leuk. En 3 met printje. En ik dacht, dat is leuk voor straks. Want dan kun je daar gewoon een broekje onder doen. En dan hoef je geen trui aan. Of geen shirt aan, maar dan heb je nog wel lange mouwen. Nou, helemaal leuk. Dit is dus een beetje standaard ritueel op het moment. Ik lig zo mooi in bed. En die grote jongen die je daar ziet, die doet dan de gordijnen open bij zijn zusjes en die gaat daar een beetje staan keten. De meisjes lagen heel even samen. Dat doe ik heel af en toe eventjes en dan hou ik het in de gaten en leg ik het straks apart weer. Maar hij maakt er een feestje van. Hoppatee. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Ik heb net lekker gedoucht, mijn haar gewassen, even opmaken, haar feunen, een beetje opruimen en dan ga ik zo naar kantoor. Ik werk vandaag tot een beetje in het midden van de middag. En dan gaat Ed nog even afwisselen voordat het weekend is. En ik ben inmiddels klaar met aankleden. En deze 2 zijn aan het verven. Ed en Ramos. En die gaan shirtjes maken volgens mij, Ed. En een romper. Echt superleuk. Dit dametje moet ik zo meteen even zien te lozen voordat ik wegga. Dat is altijd heel lastig. En hier. Charlie, wat ben je aan het doen? Joehoe. Oeps, dat doet zeer een schat. Kom eens hier. Kom eens hier. We zetten jou even op de grond. Oh, dat gaat goed. Charlie. Het is gewoon zo raar dat je er soort van bijna aan gewend raakt of zo. Dat je ineens al je vrijheid kwijt bent. Het is nu week 3 of 4. We gaan nu het 4e weekend in. Derde week dat we echt, zeg maar, een soort van binnen moeten blijven. En het voelt bijna als een soort van normaal. Behalve dat ik ontzettend erg mijn ouders mis. Want die zie ik normaal gesproken echt elke 2 dagen. En nu echt al heel lang niet. Dus en het is niet dat ik de rest niet mis. Of dat ik het niet mis om leuke dingen te doen. Maar aan de ene kant raak je er een soort van een beetje aan gewend. En is het bijna een klein beetje normaal. Wat natuurlijk niet echt waar is. Maar goed, gelukkig kunnen wij wel naar kantoor. Dat is echt heel fijn. Dus ik heb daar nu net geparkeerd. En ik ga even bij uurtje lekker werken. Ik heb even een trui aangedaan. Ik heb het koud. Met het consultatiebureau gebeld. Bob en Charlie die krijgen volgende week hun 11 maanden prikken. En ik had dus een brief gekregen dat het gewoon door moet gaan. Ik heb ook even met de kinderarts gesproken van de week.
En zij zei dus ook dat we het beter gewoon door kunnen laten gaan. Ik vind het toch wel een beetje eng of zo. Dat ik denk, eigenlijk wil ik daar helemaal niet naartoe. Liever niet. Zo, lekker overgangetje. Ik heb de hele dag gewerkt. Nu ben ik thuis. Is het 4:15. En is Ed even werken. Dus ik ben net kindjes. Net gezellig spelletjes gedaan met Ramos. We hebben deze gedaan. Visjes vangen. Best wel heel leuk. Alleen je mag dan dus niet kijken. En dat lukt dan niet helemaal. En we hebben memory gedaan. 2 minuten. Maar goed, we hebben in ieder geval een spelletje gedaan. Nu ben ik even gewoon soort van even aan het chillen. En een beetje aan het rondkijken. Naar wat ze allemaal aan het doen zijn. Deze dame die zit natuurlijk weer lekker bij mama. En ik ga straks koken. Dus ik moet alleen nog even bedenken wat we gaan eten. Normaal ben ik iets beter voorbereid. Maar de boodschappen die komen dus morgen pas. En ja, wat ik al zei, gisteren hebben we echt bijna niks meer in huis. Dus ik moet een beetje creatief zijn. Even kijken wat we nog hebben. Ja, met je mooie jurk. En ik ga je straks even in bad doen, want je bent helemaal vies geworden. Ja, je bent helemaal vies geworden. Volgens mij is hier iets niet helemaal goed gegaan, hè Charlie? Wat doe jij? Hallo? Wat doe jij? Ik heb inmiddels wat eten bij elkaar geraapt. En ik ga een heel lekker oud receptje maken. Die ik vaker maakte vroeger. Kindjes liggen op bed. Ramos zit even voor de tv. Dus ik kan in alle rust koken. En dat vind ik echt altijd zo fijn. Het wordt couscous. Dit hebben we eigenlijk bijna altijd in huis. Lang houdbaar. Dus voor iedereen die nog boodschappen moet doen. Dit is weer een nieuw receptje tip voor nu. Dan hebben wij 2 pakken met gekookte bietjes. Blijven ook heel lang goed. Dus hebben we groenten. Deze hadden we nog wel in huis. Dus deze ga ik er gewoon even bij snijden. We hebben nog 1 uitje. Oh, knoflook hebben we ook. Die was ik vergeten. Die ga ik zo even pakken. Dan hebben we nog deze kikkererwten van gisteren over. We hebben dit nog over. En het is klaar en het ziet er weer heel lekker uit, al zeg ik het zelf. Ik heb trouwens wel maar 1 keer rode biet gebruikt, want anders werd het echt veel te veel. Dit is voor papa. Alsjeblieft. Mag ik ook van die visjes erbij? Ja. Lukt het, Ed? Zeker. Ja? Kijk, Ed is de bedjes naar beneden aan het zetten, want Charlie gaat staan en Bobby is aan het proberen te staan. Dus het werd een beetje gevaarlijk op de middelste stand en nu... Eentje is er al gedaan, zie ik. Dat is deze. En dan zometeen deze nog. Kunnen ze weer lekker veilig slapen, hè, Mop? Mm-hmm. Wisten jullie al dat ze voortaan 's nachts op hun eigen kamer slapen? Sinds een week. En het gaat goed. Ik geef ze even met een lepeltje. Oh, oké. Okay. Wat ben je aan het geven dan, schat? Dit. Oké. Okay. Maar goed, dat gaat dus helemaal goed op hun eigen kamer slapen voortaan. En ik ben er oké mee. Wat vind je er zelf van? Wat vind jij er zelf van? Gaat goed, hè? En jij? Vind jij dat het goed gaat? Ja. Moppies, hè? Ja, je kan wel een wasbeurtje gebruiken. Volgens mij heb je echt al 3 dagen dezelfde kleren aan. Vul maar eventjes in bad, hè, meid? Zou misschien wel lekker zijn. Jij nog een hapje? Hoppa. Gek in je mondje, hè? Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Ik ben helemaal klaar. Ed is even boven een sessie aan het geven. En verder hebben we gewoon heel het weekend lekker vrij. Nu ga ik de koelkast opruimen, want zometeen worden de boodschappen bezorgd. En aangezien de koelkast echt bijna helemaal leeg is, dacht ik, dit is het perfecte moment om hem even schoon te maken. Dus dat ga ik doen. Verder ga ik sowieso vandaag nog meer opruimen en schoonmaken. Dus ik ga jullie daar gewoon voor de verandering een keer eens in meenemen. Ik ga jullie even laten zien wat er nu nog in zit. Nou, echt bijna niks. Boter om mee te bakken. Dit is medicatie voor Bobby en Charlie voor de RS-virus. Dit is een gekookt ei. Dit is voor als we frietjes en zo eten. Dit kan ik nog wel gebruiken. Dit is gewoon van de week. Dop echtjes worteltjes. Dit is echt, dit is van een vriend van ons. Dit ligt er echt al maanden in. Dus ga ik maar even gewoon in de schuur zetten. Dan 2 keer nog kaasblokjes. Die kunnen we gewoon bewaren. Dit hier. Ja, zometeen jongen. Hier nog. Oké, dat was even een peuteronderbreking. Hier hebben we nog yoghurt. Amandelmelk. Hier hebben we nog een keer yoghurt. Dit zijn nog wraps van de week. Die kunnen we volgens mij nog wel eten. 2 keer hummus tomaat ligt er nog.
Aardbeien. Dit kan weg. Het is macaroni van de week van Rams nog. Is niet lekker meer. Twee aangebroken hummus. Deze hadden we van mijn moeder gekregen. Zo'n lammetje boter. Dit van de week hadden we pannenkoeken gegeten. Maar die zijn ook niet meer lekker nu. Dus die kan ook weg. Dan. Even kijken. Cola Zero. Water van Ed. Dit is curry. Die moeten we bewaren. Die kunnen we even zo hierin zetten. Deze hummus vindt Ed altijd lekker. Dit kan ook weg, want is over een paar dagen oud. En dan hebben we nog een botertje. En dit zit. Dus ik ga het even schoonmaken en dan kunnen we hem straks aanvullen. Ik had me weer eens vergist in de tijd. De boodschappen komen tussen 12 en 2 in plaats van tussen 10 en 12. Dus, jammer maar helaas. Maar goed, Ramos is hier lekker aan het spelen met Bobby en Charlie. Echt zo schattig. Hoi. Zijn jullie lekker aan het spelen met z'n allen? Hoi. Je hebt maar meteen de wc-verkleiner hier neergelegd. Goed idee. Ja, goed idee. Nou, veel plezier nog, hè? Doei! Doe de hek maar open laten. Ja, doe ik. En inmiddels zijn toch de boodschappen al bezorgd. Dus, dit is onze aanwinst. En dit gaan wij maar weer eventjes in de koelkast. En in de berging daar. En in dat rolding waar we altijd groente en fruit op leggen. Maar weer opruimen. Nou, eet smakelijk jongens. Wij zitten weer aan tafel. Meteen maar alle boodschappen opgeruimd en nu daar lekkere dingen van gemaakt. Een salade, lekkere broodjes, een sapje. Ze kunnen lekker eten. Ik ben heerlijk aan het chillen, maar ik moet jullie even laten zien hoe precies. Deze bedjes weer uit de schuur vandaag gevist. Lekker een boekje aan het lezen en gewoon helemaal chill. Een lekker komkommetje en een lekker koekje hebben we op. En even een tijdschrift lezen. Bob en Charlie liggen op bed. Helemaal chill. Ik kom echt ogen tekort hier. Deze dame, die is dus net van deze poef zelf op de bank geklommen en zat net ineens op de bank. Echt. Ze heeft helemaal te pakken. Ze gaat de hele dag staan. En ze probeert dus op de bank te klimmen. Knap hoor. Dit kleine frummeltje ook, hè? Ja, dit kleine frummeltje ook. Hoi, ik heb het tegen jou. Ja. Hoi. Hallo. Hoi. Wij gaan lekker broodjes hamburger eten. Dit zijn die van Ramos, heel lekker. En dit zijn die van ons. En jullie willen vast weten wat er allemaal in zit. Gewoon een hamburgertje. Komkommer. Ketchup. Kaas. Rode ui. En augurk. En een beetje ijsbergsla. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En gisteren echt super vroeg naar bed gegaan. Ik had hoofdpijn, een beetje hormoonhoofdpijn. Dus lekker op tijd gaan slapen. Nu ben ik even heerlijk alleen. Ed is met Ramos naar kantoor, die zijn even sporten. Bob en Charlie slapen, dus ik heb ook mijn sportfitje aangetrokken. En ga ook even lekker een workout doen. Vandaag wordt het 20 graden maar liefst. Dus we gaan straks lekker buiten zitten en gewoon proberen om vandaag de hele dag soort van bijna niks te doen. Gisteravond hadden Ed en ik het er nog over dat je gewoon zo continu bezig bent met van alles de hele dag. En dat we nu vandaag gaan kijken of we al die kleine dingetjes die je gewoon even doet, gewoon even kan laten liggen. Dus dat is een beetje ons motto voor vandaag. En verder heb ik eigenlijk wel zin in lekker buiten liggen, lekker chillen. Geen make-upje op, we komen misschien nog een beetje bruin worden, het is te hopen. Maar nu eerst even een workout. Nou, de jongens zijn weer thuis. Die hebben de grondbox opgezet, of tenminste Ed. En nu hebben we hem dus open gehouden. Leggen we de matten hierin.
Zodat ze echt deze hele ruimte hebben om lekker te spelen. En dan kunnen wij vanmiddag ook wat meer buiten zitten. Want dan hoeven we ietsje minder op te letten. Dat is toch wel heel fijn, want ze gaan echt overal naartoe. Dus je kan dan eigenlijk echt geen minuut buiten blijven, want anders dan, ja, is het gewoon te gevaarlijk. Dus nu gaat dat waarschijnlijk beter. En we hebben trouwens sinds vandaag hebben wij een bak. Deze. En deze staat op het aanrecht. En daar zitten onze telefoons in. En die moeten we gewoon hierin laten liggen. Behalve als we dus iets voor nieuw voor mama willen doen. Dus bijvoorbeeld een foto maken of een leuke story. Of gewoon voor de opa's en oma's iets willen filmen. Maar verder laten we hem dus in deze bak zitten. Zodat we minder snel geneigd zijn om die telefoon te pakken. Ja, we letten daar wel op. Maar toch, soms dan vervaagt dat een beetje. En gisteravond spraken we elkaar erop aan van, hè, het is toch wel weer een beetje vervaagd. We pakken te vaak onze telefoon, waar de kindjes ook bij zijn. En eigenlijk is het gewoon helemaal niet relaxed. En vooral nu, omdat je natuurlijk met iedereen via je telefoon contact houdt, ja, heb je hem gewoon vaker vast. En dat wil ik niet. Dus, deze bak staat op het aanrecht en daar gaan gewoon onze telefoons in. Ik ben tante Berenboom. Nee. En ik wil eigenlijk nog een high five van jou. En wie is dit kleine meisje? Kan de grote boeken dat misschien vertellen? Charlie. Dat is Bobby. En vind je het leuk hier, Charlie, in jouw mooie speelpaleis? Oh. Even een tip van Ed. Snijd 4 boterhammen of 3 in stukjes. Wat je dan eigenlijk doet, is hier wat knoflook eigenlijk overheen. Die pest je fijn of je kan het er ook overheen uitsmeren zelfs. Klein beetje Italiaanse kruiden, of welke vorm van kruiden dan ook. Beetje peper en een beetje olijfolie. En je hebt een heerlijk krokant broodje. Lekker. Goeie tip, lekker. Kun je ook met oud brood doen. Dan heb je nog... Ja, proef maar. En hier even behind the scenes gaat Ed dus even een foto maken van ons lekkere lunch. Dit is een bonensalade, Mexicaanse salade. Dit is en dit is hummus. Ja, er ligt een blaadje inderdaad, dat klopt. Lekker. Misschien kan ik hem wel even op Instagram plaatsen met alle ingrediënten erbij. Of Ed doet het. Check maar even onze Instagrams. Dan zie je hem. En dan nu lekker in de zon. Heerlijk. Echt. Papa gaat er eerst even insmeren, ja? Ik ook. Ja, jij mag mijn benen wel doen. Nou, dan moet hij blijven. Gelijk een massage erbij. Ja, precies. Doe mij ook even. Doe ik gelijk mijn rug even. Daar zit je dan, het kids show van je eentje. Eventjes de tuin afgewisseld voor de was. Ik heb dit weekend 5 wasjes gedraaid. En ga nu even deze opruimen. Het is dus heel sneu, want deze duim, die rode wangen, die heeft koorts. Ik denk dat ze tanden krijgt, maar het is wel heel zielig. Trouwens, echt hele leuke dingen voor de meisjes gekocht bij de Zara. Ik kan er wel even een paar laten zien. Sommige dingen zitten in de was. Maar in ieder geval had ik deze. Kijk hoe leuk. En het was dan in combinatie, dus een romper met een shirtje, zeg maar, in één. In combinatie met deze. Ja, ik heb het dus niet gestreken, want daar had ik dus allemaal geen zin in. Even kijken wat nog meer. Oh ja, allemaal leuke rombes, maar die had ik in het begin al laten zien. En de rest die zit nog in de was. Sorry, goed verhaal dit. Oh, en dan nu lekker kopje thee. En ook appels kijken. In bed. Het is 8 uur. Echt heerlijk. Oh jongens. Ik zo maandag. Oh, ik heb lekker eten mee. Dit hadden we nog over van gisteren. Dus dit ga ik meenemen. Dit zijn 2 boterhammen. Op het werk heb ik nog muiswafeltjes met pindakaas. En nu ga ik een grote beker met shake maken. Wij noemen dit binnen nu met mama altijd de power shake. En dat zijn weer gewoon de avocado en de blauwe besjes uit de vriezer. Dan de verse spinazie. En ongezoet amandelmelk. En dan nog een banaan. En dat noemen we dus de power shake. En die is heel lekker. Voedzaam en ook lekker gewoon sowieso voor in de ochtend. En deze shake bevat ongeveer 206 kilocalorieën. Natuurlijk wel een beetje afhankelijk van hoe groot je banaan is, welke hoeveelheden je gebruikt, vooral ook met je avocado blokjes. En toen was het alweer maandagmiddag. Ik heb vanochtend gewerkt. Nu heb ik hier lekker mijn pyjama broekje aan. Het is echt super warm. Ik heb ook mijn pyjama.
Ja, een soort van. En Ed is net naar kantoor. Nee, maar hoeft ook niet. En wij zijn lekker buiten met water aan het spelen, Ramos en ik. Het is echt heel lekker warm weer. Ik ga zo meteen de vlog afsluiten, maar ik ga eerst nog even een winnaar kiezen voor de winactie van volgende week. En de winnares is Lisette Zwarteveen. Je hebt gewonnen een jaar abonnement bij Nieuwe Fit Mama. Stuur even een mail naar info@nieuwefitmama.nl en dan ga ik jou toevoegen. Zo, dat was hem weer voor deze week. Dankjewel voor het kijken. Ik ben nog even benieuwd hoe het met jullie gaat. Hoe jullie de situatie op dit moment ervaren. Nou, jullie hebben even met mij mee mogen kijken hoe het bij ons allemaal gaat. En ik hoop dat ik jullie volgende week ook weer zie. Dankjewel, doe een duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal en tot volgende week.